De oppositie wil dat de regering alle rente en schulden betaalt, zodat er grote sociale onrust ontstaat in de samenleving. Dit zei minister Armand Gijbersingh van Financiën en Planning. Hij zei dit aan de hand van de constante roep van de parlementaire oppositie dat de regering alle betalingsverplichtingen moet afhandelen zonder daarover te klagen. De bewindsman gelooft dat de oppositie of geen besef heeft over de financiële situatie in het land of een andere agenda op nahoud. Voorzitter, ik proef helaas bij de oppositie een struisvogelbenadering van de schulden. Diverse sprekers van de oppositie geven aan dat we gewoon alles moeten betalen en niet moeten zeuren over de schulden. Jammer genoeg hebben deze personen blijkbaar geen enkel besef van de financiële situatie en zelfs niet van de kern van de problematiek. Als wij alle schulden, dat wil zeggen rente, schuldaflossingen, zouden doen dit jaar, voorzitter, dan zou er niet genoeg geld zijn om de salarissen van ambtenaren en subsidies te betalen. Ook DNA zou niet kunnen functioneren. Blijkbaar wil de oppositie dat we alle rente en schulden betalen, zodat er grote sociale onrust ontstaat, want anders is het niet te verklaren, voorzitter. Of mogelijk heeft men zelf belegd. Gijbersingh vindt het jammer dat de oppositie niet praat over achterstallige betalingen aan internationale organisaties die zelfs teruglopen tot 2013. Nu dreigt Suriname door de handelingen van de vorige regering uitgesloten te worden en zijn stemrecht te verliezen bij deze organisaties, zegt Gijbersingh. Deze zaken zijn volgens de bewindsman juist zaken die Suriname internationaal te schande hebben gezet. Als er zo'n geweldig prudent beleid gevoerd was in de ogen van de oppositie, voorzitter, waarom heeft u het nodig gevonden om op verschillende momenten om de wet op de staatsschuld te verruimen en de voormalige minister de ruimte te geven om Agadal te blijven lenen? Ik zal u het antwoord geven, voorzitter. Om een schijnwelvaart in stand te houden en het volk van Suriname een rat voor de ogen te draaien. Omdat de oppositie steeds klaagt over cijfers, houden wij u die weer voor. De schuld in 2010 was 3,3 miljard. En ik heb een paar slides, voorzitter, een paar presentaties. De volgende slide, alsjeblieft. Voorzitter, als u dit kunt volgen, dan ziet u hoe de staatsschuld is opgelopen in 2010 van 27,5% van de BBP naar 109,1% in maart 2021. En deze percentages zijn nog gebaseerd op de wet tegen 752, voorzitter. Maar u ziet een verviervoudiging van de staatsschuld in 10 jaar. Minister Armand Gijbersingh van Financiën en Planning vandaag tijdens de behandeling van de staatsbegroting 2021 en het herstelplan 2020-2022 in de Nationale Assemblee.